Een hele goede middag allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Herman News. Ik sta vandaag op de Airbnb-laan en met u, zoals gewoonlijk, ga ik weer een aantal nieuwspunten brengen. Het eerste wat ik wil mededelen gaat over de Benefit Diner. En zoals vorige week ook al is aangetoond, zal de Benefit Diner dit keer ook zijn met een gastspreker van Open Doors. Nou, de eerstvolgende Benefit Diner zal zijn op zaterdag 13 juni. En dan komt iemand inderdaad van Open Doors ook een presentatie geven en ook uitleggen wat Open Doors allemaal doet. Nou, het wordt een geweldige dag. Mensen kunnen zich ook nog inschrijven via een mailtje, zeg maar. Dat kan naar secretariaat@herman.nl. En daar kunnen ze ook, zeg maar, gewoon betalen op het moment dat ze komen voor bij de benefit. Maar in ieder geval gaat het erom dat wij die aanmelding hebben, zodat de catering weet voor hoeveel man ze moeten gaan koken. De benefit diner dus, hè, ook voor de Open Doors wordt geregeld. En de opbrengsten gaan als gewoonlijk ook weer naar Open Doors toe. Dus laten wij onze broeders en zusters in Christus steunen die vervolgd worden in verschillende landen. Nou, het volgende nieuwspunt dat gaat over de zondagschool. Want er is een oproep gedaan, ook weer vanuit de zondagschool, dat voor alle mensen die discipelschaptraining volgen of die misschien al een diploma hebben gehaald van een discipelschaptraining, zich nog steeds kunnen aanmelden voor de zondagschool. Er wordt dan ook gevraagd of deze mensen dan, zeg maar, kunnen komen of een bijdrage kunnen leveren of dat ze, zeg maar, willen dienen in het huis van God als, zeg maar, de kinderen te kunnen leiden tot, ja, grote machtige leiders die ze uiteindelijk zullen gaan worden. Dit is een bijzondere bediening, want dit is wel iets wat een basis zal leggen in het leven van deze kinderen. Dat is onze toekomst. En daarvoor wordt geïnvesteerd. Dus oproep vanuit de zondagschool. Mocht u interesse hebben in de zondagschool, doet u aan de discipelschaptraining of heeft u diploma van de discipelschaptraining al behaald, kunt u zich melden bij zuster Diana. Nou, het volgende wat ik met u ga mededelen, dat gaat over de bruiloft. Dit bruiloft gaat dan over van de bruiloft van broeder Aad en zuster Atta. Nou, zij gaan trouwen zoals we weten. En er zal dus een receptie plaatsvinden. Ook vele mensen hebben zich aangemeld voor deze receptie. Nou, heel fijn. Het is echt wel zo dat er een mededeling gedaan moet worden. Voor de mensen die naar de receptie gaan en geen vervoer hebben, moeten we helaas wel mededelen dat u op eigen initiatief zult moeten komen. Heeft u dus geen vervoer naar Geldrop, dan zou u dus of zelf vervoer moeten gaan regelen. En als het echt niet gaat lukken, laat het ons dan even weten. Want dan, ja, dan zou u, zeg maar, beter hier in Herman moeten blijven of gewoon naar de kibbutz moeten komen. In plaats van ook nog naar de receptie. Dus laat het ons alsjeblieft even weten. Hè? Dus voor de mensen die geen vervoer hebben naar Geldrop. U kunt dan ook, als u dan geen vervoer kunt regelen, kunt u ook gewoon hier blijven in Herman. Blijft u dus achter in Herman, gaat u dus niet mee naar de receptie, laat het dan even weten alsjeblieft. Goed, nou, dat waren voor nu even alle nieuwspunten. We gaan nog even naar de spreuk van de week kijken en ik wens u alvast een heel gezegende week. God zegen allemaal.